Duitsers. De RAI is begonnen, 3 nieuwe autoboeken. En ziektekostenverzekeringen voor dieren meestal zinloos. Dames en heren, goedenavond. Bij het begin van deze uitzending graag even een kort persoonlijk woord. Gisteren is overleden mevrouw Anne Fransen, directeur van de Nederlandse Consumentenbond sinds 1964. Het team van Koning Klant wil bij deze gewagen van de plezierige samenwerking die we al die jaren hebben gehad. Een lange rij onderwerpen en ik wil u nu alvast waarschuwen, er komen nogal wat adressen en gironummers in voor. Daarom is het handig als u papier en potlood in de buurt heeft. Overigens, aan het eind van de uitzending herhalen we al die namen en nummers. Als u onderweg dus wat gemist heeft, kunt u aan het eind uw schade nog even inhalen. Nu ons eerste onderwerp, het particuliere avondonderwijs. In dat particuliere avondonderwijs heerst een chaos. Er zijn allerlei cursussen die opleiden voor het Rijkserkend diploma, maar er is geen enkel toezicht op de instituten zelf die zulke opleidingen verzorgen. Daarom heeft een aantal grote opleidingsinstituten de minister van Onderwijs gevraagd om ook bij de mondelinge opleidingen te komen tot een erkenningsregeling, zoals die al wel bestaat bij het schriftelijk onderwijs. Nu is de argeloze Nederlander die in zijn vrije tijd een diploma wil halen, hoe rijkserkend dat diploma ook is, vogelvrij. Zo slaagde een ondernemende Limburger er enkele jaren geleden in om in 1 jaar 4 ton te verdienen aan het opzetten van een beroepsopleiding. Van de door hem opgeleide cursisten slaagde vervolgens niemand voor het examen. Een ander instituut waar het ministerie van Economische Zaken veel klachten over krijgt is de International School Computer Programmers in Beek. Die International School is geen kleintje. Men heeft meer dan 1000 cursisten voor een 2-jarige opleiding die ongeveer 5000 gulden kost. Dat betekent dat die International School per jaar zo'n 2,5 miljoen gulden aan cursussen verkoopt. Die International School zegt in zijn folder: er zijn nu circa 60.000 computerdeskundigen. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat er tegen 1985 zo'n 160.000 mensen nodig zullen zijn. En omdat er dus steeds meer computerdeskundigen nodig zijn, kan men met vakkennis op dat gebied meer zekerheid en een hoog inkomen verwerven. En wie zou dat niet willen? Meer zekerheid en een hoog inkomen. De heer Dijkstra uit Vradeker is studieadviseur geweest van die International School. Nu heeft hij bezwaren tegen het instituut. Mijn bezwaren zijn dat mensen met een te lage opleiding moesten intekenen voor een te lange termijn voor een cursus waarvan ze niet konden weten als ze die wel of niet konden volgen. Wat kost die cursus? Die is regelmatig verhoogd van 3200 gulden tot 5000. Ja, men heeft dus leraren, docenten. Wat voor mensen zijn dat? Docenten zijn over het algemeen mensen dus die in 70% van de gevallen nooit voor een klas hebben gestaan, maar die een zodanige graad hebben in het in de computer in de computerbusiness dat ze hiertoe wel qua kennis geschikt voor zijn. Ja, maar kunnen ze die kennis ook overdragen? Dat is vaak de vraag. Ja, men heeft niet alleen docenten, men heeft ook studieadviseurs in dienst. Ik heb zo'n contract gezien. Wat doet zo'n studieadviseur eigenlijk? Iedere week krijgt, er wordt dus in Nederland vrij druk geadverteerd. Daar onder die advertenties staat dus een bonnetje die men kan invullen. Die bonnetjes worden toegestuurd naar de desbetreffende colporteur, of studieadviseur zoals u zegt. Een studieadviseur is dus een colporteur, een verkoper? Het is een verkoper, ja. Hij hoeft dus absoluut geen opleiding gevolgd te hebben voor computerdeskundigen. Het is puur een verkoper. Hier ziet u een deel van de overeenkomst waarbij de ISCP iemand aanstelt als studieadviseur. Artikel 7 van die overeenkomst zegt dat die studieadviseur van elke 100 mensen die hij bezoekt er tenminste 20 als cursist moet inschrijven. Het staat er wat ingewikkelder, maar hierop komt het neer. Als hij er niet in slaagt 1 op de 5 te strikken voor de cursus, dan kan die, de heer Dijkstra zei het al, worden ontslagen. Terug naar het gesprek met meneer Dijkstra. Ja, u bent zelf de studieadviseur geweest, hebt u gezegd. In die kwaliteit hebt u dus ook cursussen verkocht. Ja, uiteraard. En de wet zegt dat als je
als colporteur ergens komt, dat je je ogenblikkelijk als colporteur moet legitimeren. Ja. Maar op de kaartjes die u had stond dus, neem ik aan, studieadviseur. Meestal stond erop inspecteur of districtsinspecteur. Of men had helemaal geen kaartjes. Ja goed, maar als u dus bij mensen kwam, zei u dan ik ben studieadviseur of ik kom u die cursus aansmeren? Nee, mijn naam is Dijkstra. Of mijn naam is Jansen of mijn naam is Pietersen. U handelde dus op dat moment in strijd met de colportagewet? Dat is inderdaad juist. En vooral in de beginnen is dat zeer juist geweest. Hoewel ik persoonlijk mij nu deze fout wel bewust ben, maar in de begin niet. Het was ons namelijk niet medegedeeld. En hoe staat het met andere studieadviseurs? Die is dat dus ook nooit gezegd. Nee, die zullen dit tot op dit moment ook nooit zeggen ook. Hebt u zelf nog problemen gehad met het feit dat u dus mensen dingen kwam aansmeren onder het mond van studieadviseur? Jawel. Ik ben namelijk, ik heb zelf een waarschuwing gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Waar ik geweest ben in februari 1979 in verband met een inschrijving van een juffrouw uit Hoge Zand, die een van mijn eerste klanten was. Ja, toen is u dus meegedeeld dat u, als u dat weer zou doen, u niet ogenblikkelijk zou legitimeren als colporteur, dat dan uw inschrijving als colporteur zou worden ingetrokken. Dat klopt. Maar weten nou de andere studieadviseurs van ISCP, die weten daar niks van die en die doen dat niet. Dus nog gewoon? Ja, die gaan dus, de werkzaamheden die zijn zoals volgt. Men ontvangt het bonnetje, men krijgt misschien nu nog een brief van het ISCP dat in de loop van volgende week iemand hen zal komen bezoeken. Om informatie te verstrekken? Om informatie te verstrekken, ja. Meestal wordt daarna door de studieadviseur of colporteur, hoe men het ook noemen wil, worden deze mensen opgebeld. Een afspraak gemaakt voor een bepaalde datum. En dan op die bepaalde datum komt desbetreffende colporteur op bezoek met als doel die handtekening te verkrijgen. Ja, hoe omschrijft u die handelwijze? Het iemand meedelen, er komt een studieadviseur, dan denk je dus als argeloze bonnetjes invullen dat er iemand komt die je gaat zeggen wat die studie inhoudt en er komt in wezen iemand die je moet inschrijven op straf van ontslag. Ja, want als je geen 20 haalt van de 100, precies, dan zit de kans er dik in dat men zegt oké. U hebt deze week 30 bonnetjes gehad en u hebt er 2 ingeschreven. Ja. Volgende week heb je weer 30 bonnetjes en 2 ingeschreven. Dan zeggen we, ja, eruit joh. Hoe kwalificeert u achteraf die handelwijze? Rot. In Avenhorn woont Margriet Jimmink. Ze heeft het diploma MAVO 4, de vereiste vooropleiding voor de computercursus. Hans de Graaf en de juristen van het consumentencontact Loes Dommering hoorden van haar hoe ze vol goede moed aan die cursus begon. Nou, toen heb ik meegedaan. Ik vond er niet zoveel aan. Mijn moeder zei, ga nog even door, want misschien wordt het nog interessanter. Maar dat werd niet interessanter naar mijn weten. Ja. En nou, toen hebben we... Ja, examen gedaan. Examen hebben we gedaan. Ja. Nou, dat was zeer slecht. Hoe slecht? Nou, 2. Heb je wel eens een computer gezien? Nooit. Al die tijd? We hebben het wel eens gevraagd, maar dat ruim een half jaar nooit geen computer gezien. Wat denk je nou van die cursus? Nou ja, we zijn al gestopt en hebben een brief geschreven. De boekhouder heeft hem opgesteld en hebben verstuurd. Een beetje scherp opgestelde brief is het. En nou, die mensen die hebben teruggeschreven dat ze geen notitie namen van die brief. En dat het zo erbij lieten. En dat we gewoon betalen moesten. Maar we kregen dus niet een afrekening dat we betalen moesten. Nou, misschien komt dat. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Wat doe je nou? Nou, ik zit nu in de slagerij en ik ga niet verder aan die computer. Is het leuk, de slagerij? Ja, gezellig. Leuker dan een computer? Ja, heel wat leuker. Die heb ik nooit gezien. Mevrouw Dommering, ja, zo'n cursus, het zit een beetje raar in elkaar. Ja, geen computer zien. Nee, precies. Het zit raar in elkaar inderdaad. En dat komt omdat er helemaal geen controle op is. Iedereen kan maar zo'n computerschooltje oprichten. Er is helaas ook geen erkenningsregeling. Dus ik zou niet eens kunnen aangeven welke cursussen nou goed zijn of welke niet. Maar er zijn duidelijk hele slechte cursussen bij. Een ander bezwaar wat ik hier ook nog heb, is dat je dan verplicht bent om je voor de hele cursus tegelijk in te schrijven. Nou is het wel zo, dat is bij jou ook het geval geweest, dat je dan een verklaring krijgt van als je het niet aan kan, dat je er dan af mag. Maar in de praktijk blijkt, daar heb ik al verschillende gevallen van gezien,
dat niet gehonoreerd wordt. Die directeur die eist toch betaling, ook al is duidelijk gebleken dat je de cursus niet aan kunt. Bijvoorbeeld door het feit dat je zo'n slecht cijfer voor het examen hebt gehaald. En toch 2,5 jaar betalen. Nou, dat is natuurlijk te gek. En dan kom ik dus op de juridische kant van de zaak. Het is zo, je hebt inderdaad getekend voor zo'n cursus, maar daar is niet alles mee gezegd. Je moet dat soort afspraken moet je toch op een goede manier nakomen. En dat heeft het bedrijf in dit geval niet gedaan. En daarom kunnen ze ook geen betaling eisen. Er zijn in het verleden ook processen gevoerd over dit soort cursussen. En als je de rechter dan goed voorlicht, en dat kan dan met de documentatie waar wij op dit moment over beschikken, dan heb je toch heel veel kans om zo'n proces te winnen. Ik geloof dus dat je je ook niet bang moet laten maken door dreigementen. Vaak blijft het bij dreigementen. En dat je in zo'n geval ook niet tot betaling moet overgaan. Je krijgt ook in feite niks voor. Ja, dat is natuurlijk te gek dat je 1000 gulden moet neertellen, terwijl je in feite maar een halfjaartje les hebt gehad. Tot zover mevrouw Dommering. Er bestaat een documentatie beroepenvoorlichting van het ministerie van Sociale Zaken. En daarin staan, naar opleiding gerangschikt, de opleidingsinstituten vermeld waarvan Sociale Zaken vindt dat ze goed zijn. De ISCP staat daar niet in. Dat komt onder andere omdat vertegenwoordigers van Sociale Zaken ISCP-directeur Oosterhof zo'n 1,5-2 jaar geleden vroegen om mee te delen hoeveel van zijn cursisten nou eigenlijk de eindstreep haalden. Op dat verzoek heeft ISCP tot op heden niet geantwoord. En toch adverteert de ISCP er nog steeds lustig op los. En dus schrijven er nog steeds mensen in voor die cursus die zo'n slordige 5000 gulden kost. En er is dus alle reden om wettelijke regels te stellen aan dit soort opleidingsinstituten. Zolang zo'n wettelijke regeling er niet is, doet u er goed aan u terdege op de hoogte te stellen voordat u begint aan de dure opleiding. Alleen de vraag is bij wie? Want de grondwet garandeert de vrijheid van onderwijs. En daarom is men bij het ministerie van Onderwijs alleen maar bereid om inlichtingen te geven over instituten die men subsidieert. En die zijn wel goed. Problemen zijn er juist bij niet gesubsidieerde opleidingen. Als daarbij gaat om vakopleidingen, hebt u een redelijke kans om betrouwbare informatie te krijgen bij de ministeries van Sociale Zaken en van Economische Zaken in Den Haag. Want daar wil men de mensen wel beschermen tegen de uitwassen van wat een grondwettelijk recht wil zijn, de vrijheid van onderwijs. Dat werd zo'n 60 jaar geleden vastgelegd ter wille van het christelijk onderwijs. Nu wordt het misbruikt door slechte instituten. Koning, klant. Vakantiebungalows worden steeds meer een luxe. Tot die conclusie komt Consumentencontact na een vergelijking van de huren die zo'n 50 bungalowparken deze zomer rekenen. Een reis naar het buitenland is soms voordeliger dan een vakantie in eigen land, zegt Consumentencontact. De bungalowparken mogen dit jaar hun huren met 5% verhogen. Maar het ministerie van Economische Zaken staat verdergaande huurverhoging toe wanneer een park verbeteringen heeft aangebracht die door de overheid verplicht zijn gesteld. Zijn zulke vernieuwingen aangebracht, dan mogen de huren met 2% extra stijgen. In totaal dus met 7%. Maar als je de resultaten van het onderzoek bekijkt, dan lijkt het prijsbeleid ook bij de vakantiehuisjes volledig de mist in te gaan. Want exploitanten van vakantiehuisjes die 5% prijsstijging niet genoeg vinden, die vragen om 7% meer te mogen rekenen. En wie dan 7% te weinig vindt, die vraagt om nog meer te mogen rekenen. En zo zien we prijsstijgingen dit jaar tot 12,8%. Die hoogste prijsstijging, 12,8% dus, werd aangetroffen bij het Meerdal in het Limburgse Amerika. Tweede was het Vennenbos in Hapert met een prijsstijging van 12,2%. Een goede derde, om in sporttermen te blijven, was de Eemhof in zuidelijk Flevoland met 11,2%. Alle drie deze parken zijn eigendom van Sporthuis Centrum, die daarmee de gouden, de zilveren en de bronzen medaille voor prijsverhogingen binnenhaalde. De vakantieoorden die eigendom zijn van de vakbeweging springen er in het algemeen gunstig uit. Alleen in Ginkelduin, het vakantieoord van de Industriebond FNV in Leersum, zijn sommige huisjes met 8% in huur verhoogd. Wat dat betreft is de Industriebond van het ZNV beter uit het onderzoek tevoorschijn gekomen. Die komt tot rond 5% verhoging voor zijn bungalows in Driebergen bij ons centrum. Van de stichting Vakantieverblijven van de FNV zijn de huren in 7 parken onderzocht, onder andere in Harderwold bij Harderwijk. En daar variëren de huurverhogingen van 4,5 tot 5,5%. En gemiddeld zullen de FNV-bungalows dus wel een huurverhoging van rond de toegestane 5% kennen.
Op het eerste gezicht lijkt dat ook het geval met de onderzochte vakantieappartementen van Rent-A-Home. 4 complexen van vakantiewoningen werden op hun tarieven doorgelicht. En naast 1 prijsverhoging van 7,1% werden in 2 gevallen gelijkblijvende huren genoteerd. In het 4e complex in Noordwijk aan Zee bleken de huren zelfs met 9,2% te zijn verlaagd. Maar die accommodatie is volgens Consumentencontact toch nog schandelijk duur. 990 gulden per week en de duurste van alle onderzochte vakantieappartementen. Maar waarom springt Rent-A-Home er zo goed uit? Omdat Rent-A-Home in het hoogseizoen heel royaal aanbiedingen doet, maar het geld dan terug ontvangt in het voor- en na-seizoen. Zo kosten diezelfde appartementen in Noordwijk aan Zee vorig jaar in de kerstvakantie liefst 240 gulden per week meer, oftewel 70% meer dan 1 jaar tevoren. En dan de bungalows van Vrij Uit, hier ziet u er een. Van de 10 onderzochte bungalowparken liet er 1 een prijsverhoging zien van 6,9%, terwijl in een ander park de huren met slechts 0,7% omhoog gingen. Maar Vrij Uit laat de mensen dan weer bloeden die in voor- en na-seizoen willen huren. Vorig jaar gaf Vrij Uit buiten het hoogseizoen kortingen van 10% en 20%. En die kortingen zijn nu teruggedraaid. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het februari-nummer van Koopkracht. Daar kunt u aankomen door een briefkaart met 3,40 en extra postzegels te sturen naar Consumentencontact, postbus 18830 in Den Haag, onder vermelding van vakantiebungalows. De Stichting Vergelijkend Waaronderzoek heeft deze maand een onderzoek gepubliceerd naar koel-diepvriescombinaties. Hier naast mij ziet u er 2. Het verschil tussen beide kasten zit hem in de omvang van het diepvriesvak. In deze kast ziet u dus dat ongeveer 1/3 van de totale inhoud wordt gevormd door het diepvriesvak. Terwijl bij deze kast aan de andere kant de helft van de inhoud uit diepvriesgelegenheid bestaat. Het is verdeeld in allemaal laadjes. Dat is het verschil dat u aan de voorkant kunt zien. Maar er zijn veel belangrijkere verschillen. Die ziet u aan de achterkant. Dat zijn namelijk verschillen die gevolgen hebben voor het energieverbruik. De gewone koelkast tussen aanhalingstekens werkt op 1 motor. De andere heeft 2 motoren. 1 voor de koelkast en 1 aparte voor de diepvriezer. Die diepvriezer namelijk heeft soms behoefte aan extra stroom zonder dat de rest van de kast te koud wordt. Straks over het onderzoek van VWO wat meer, maar nu eerst iets anders. Voor wie is welke koelkast nu eigenlijk geschikt? Hans de Graaf vroeg dat aan Els Dijkstra van het voorlichtingsbureau voor de voeding. Mevrouw Dijkstra, diepvriezer komt er steeds meer in, hè? Ja, inderdaad. Voor wie is dat nou geschikt? Nou, voor mensen die een voorraadje in huis willen hebben, bijvoorbeeld diepvriesgroenten en wat ijs in huis willen hebben, die kunnen een koelkast aanschaffen met een klein diepvriesvakje. Je hebt een groep mensen die bijvoorbeeld 1 keer per week maar boodschappen doen. Die kopen voor de hele week brood. Die kunnen bijvoorbeeld in dagporties verdelen en in een diepvriezer doen. En die kopen vlees voor de hele week. Die kunnen ze in porties verdelen. Die zouden bijvoorbeeld een koelkast aan kunnen schaffen met een speciaal diepvrieskastje. Zo'n tweede deurtje. Ja, zo'n tweede deur, ja. Inderdaad. En je hebt natuurlijk mensen met een eigen tuin die speciaal sperziebonen kweken voor de diepvries. Die hebben een grotere kist of kast nodig, of die een halve koe in porties verdeeld uiteraard in willen vriezen, of die een groot gezin hebben. En die kunnen zo'n kast of zo'n kist nemen, hè? Ja. Hoe moet je nou eigenlijk invriezen? Je moet hygiënisch te werk gaan, dat is erg belangrijk. Je moet verse producten invriezen. Je moet speciaal diepvriesmateriaal ervoor aanschaffen, de speciale diepvrieszakken of diepvriesaluminiumfolie daar gebruiken. Geen gewone boterhamzakjes, die zijn niet geschikt. Je moet rekening houden met de invriescapaciteit van de kast. Ja. Die staat op de gebruiksaanwijzing. Je moet de kast op een invriesstand zetten. Dus snel invriezen, dat is ook erg belangrijk. Hoe zit het met de houdbaarheid van groente, vlees? Nou, er is geen vaste tijd voor te zetten. Dat varieert. Vlees kun je zo'n 6 maanden in de diepvriezer bewaren. Groente kun je ongeveer 1 jaar bewaren. Dan loopt de kwaliteit nog niet terug. Nou, zeggen ze, vlees mag je niet 2 keer invriezen. Hè? Waarom is dat eigenlijk? Is dat gevaarlijk of zo? Nee hoor, het is niet gevaarlijk, maar de kwaliteit gaat erg achteruit. Vlees wordt droog en taai. Het wordt een heel wetenschap. Ja, inderdaad. En we hebben een brochure daarvoor samengesteld voor al die mensen die met die problemen zitten. Die heet zelf diepvriezen. Daarin staan allerlei dingen over welke vleessoorten geschikt zijn. Dat je groenten moet blancheren en hoe lang en dergelijke. Dus
Ik zou het willen aanraden voor mensen die een diepvriezer hebben of willen aanschaffen om het boekje te bestellen. Dat boekje, zelf diepvriezen, hier heeft u het, kunt u bestellen door 2,50 gulden te starten op girorekening 43-23-700 ten name van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding in Den Haag. Op de girokaart vermelde nummer 149. Terug naar het onderzoek van de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek. Daarin worden allerlei soorten koelkasten en diepvriezers apart besproken, zodat u eindelijk eens een overzicht kunt krijgen van welke apparaten er nu eigenlijk op de markt zijn. Het grootste deel van de brochure wordt ingenomen door een test van 21 koel-diepvriescombinaties. U weet wel, die met die twee deuren. Hier heeft u hem nog even. Ze bleken allemaal goed te koelen en goed te vriezen. En dat is natuurlijk belangrijk. Maar op het gebied van geluidshinder en vooral van zuinigheid waren er enorme verschillen. Verschillen die aan stroomkosten opliepen tot dik 100 gulden per jaar. Daarom, als u denkt een huishouden te hebben dat geschikt is voor zo'n combinatie en die kan kosten tussen de 1100 en 1800 gulden, dan doet u er goed aan eerst het onderzoek eens rustig na te lezen. U krijgt het toegestuurd als u 2,75 gulden extra een postzegels plakt op de adreszijde van een briefkaart. En die briefkaart moet u dan sturen aan de stichting VWO, postbus 18720 in Den Haag. Dan wel even bijzetten dat het u gaat om het onderzoek naar koel-diepvriescombinaties. De auto. Zoals u waarschijnlijk weet is vandaag de beroemde personenauto-tentoonstelling van de RAI in Amsterdam begonnen. U heeft er de afgelopen dagen van allerlei over gehoord en gelezen. En op het andere net heeft u een paar uur geleden nog een uitvoerige reportage over dit evenement kunnen zien. Daarom beperken wij ons in deze uitzending tot het vermelden van drie pas uitgekomen boeken. Boeken die nuttig zijn om eerst eens door te nemen voordat u die enorme tentoonstelling binnenstapt. Daar gaan we dan. In de eerste plaats heeft de ANWB uitgegeven Kieswijzer 81 met 44 testen van personenauto's tot 16.000 gulden. Aan de orde komen onderwerpen zoals hoe kiest u een auto, belangrijke punten bij de aankoop van een nieuwe of gebruikte auto, roestwering, LPG en kostenvergelijkingen. Kieswijzer 81 kost 9,75 gulden en is een uitstekend boek voor diegene die een kleine, niet al te dure auto zoekt. Alleen voor ANWB-leden. En dan hebben we Auto 81, dat is samengesteld door de bekende autojournalist Fred van der Vlucht in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. In Auto 81, dat 12,50 gulden kost, vindt u een overzicht in woord en beeld van meer dan 275 auto's die op de Nederlandse markt zijn. Overzichtelijk gerangschikt met alle technische gegevens die u zich maar kunt indenken. En tenslotte hebben we hier Autotest 81 met uitgebreide overzichten van meer dan 1500 automodellen. Verder ruim 100 testrapporten en met artikelen over zuinig rijden, afschrijvingstabellen, verzekeringspremies en noemt u maar op. Een standaardwerk waarvoor u 24,95 gulden moet neertellen. Maar dan heeft u ook een autoboek in huis waar u dagenlang zoet mee kunt zijn. Koning, klant. U dacht, schrijft de consumentengids, u dacht dat u alles had verzekerd wat er maar te verzekeren valt. Maar dan hebt u het mis. Want u hebt vast nog geen ziektekostenverzekering voor uw hond of uw kat. En ook de crematie of begrafenis van uw huisdier zal in 99 van de 100 gevallen nog niet via een verzekering of een spaarregeling gedekt zijn. Nou, dat hoeft ook niet. Want de Consumentenbond heeft een onderzoek ingesteld naar dat soort verzekeringen. En men is tot de conclusie gekomen dat dergelijke verzekeringen in de meeste gevallen volkomen overbodig zijn. Een voorbeeld, de verzekeringsmaatschappij ORA in Arnhem biedt de volgende verzekering aan. Voor 100 gulden per jaar wordt uw hond of uw kat tegen kosten van medische behandeling, medicijnen en opname in een dierenkliniek verzekerd. Maar de uitkering is bepaald niet onbeperkt, want u krijgt maximaal 1000 gulden per jaar uitgekeerd, terwijl u steeds 20% van de kosten voor uw eigen rekening moet nemen. Maar als u dat gaat uitrekenen, dan zult u al snel tot de slotsom komen dat u er geld op zult moeten toeleggen. Want de dierenarts is over het algemeen toch niet zo vreselijk duur en de meeste dieren zijn niet zo verschrikkelijk vaak ernstig ziek. Nu kun je tegenwoordig je huisdieren ook laten begraven of cremeren. Er zijn instellingen die daarvoor een spaarregeling aanbieden, een soort afbetalingsovereenkomst dus. En die kan men nemen of niet, dat moet iedereen zelf maar uitmaken. Maar daarbij moet je wel weten dat bijvoorbeeld cremeren betrekkelijk weinig geld kost. Dat cremeren gebeurt in het Zuid-Hollandse Stompwijk, waar vrijwel dagelijks de overleden dieren worden aangevoerd.
Hans de Graaf sprak er met de heer Van der Made, directeur van het eerste Nederlandse huisdierencrematorium. Eerste vraag, waarom is men pas kort geleden met cremeren gestart? Een huisdierencrematorium zijn wij begonnen omdat er tot voor die tijd geen huisdierencrematorium bestond. En de mensen in principe alleen de mogelijkheid hadden het dier achter te laten bij de dierenarts. En dat betekende verwerking door de destructie. Dan werden ze verwerkt in industrie voor veevoer of kunstmest of wat dan ook. Of ze hadden de mogelijkheid begraven. En voor de rest waren er eigenlijk geen mogelijkheden. En sinds augustus 1979 is het bij de wet officieel mogelijk gemaakt om dieren te onttrekken aan de destructiewet en die dan aan te bieden aan een dierencrematorium. We zijn ermee begonnen, ook voor de nuchtere Nederlander, die zegt van nou begraven, ja, ik vind het toch een beetje sentimenteel. En, maar aan de andere kant, ik heb toch een affectie met dat dier, want ik heb hem 14 jaar gehad. En ik wil hem niet zomaar wegdoen. Hebben ze de mogelijkheid om hem hier in het dierencrematorium aan te bieden en dan tegen een redelijke vergoeding te laten cremeren. Welke vergoedingen zijn dat? De vergoedingen die variëren tussen de 30 en de 150 gulden. 30 gulden voor een klein knaagdier en 150 gulden voor een grote hond. En dan alle varianten ertussenin. En dan moeten de mensen het dier hier brengen, neem ik aan? Moeten de mensen het dier zelf brengen. Daarnaast hebben ze ook de mogelijkheid dat we de dieren ophalen. Dat kost dan eigenlijk voor het grootste gedeelte van Zuid-Holland en Noord-Holland en de provincie Utrecht 55 gulden. En daarbuiten natuurlijk worden de prijzen in verhouding steeds hoger. Die auto moet ook rijden. Ja. Vanzelfsprekend, ja. Nou zie ik op de achtergrond hier een aantal urnen staan met allerlei prijzen erbij. Ja, de mensen hebben dus naast de mogelijkheid van een standaard crematie, ik vind het een beetje een naar woord, maar ja, je kan het even niet anders noemen. Een standaard crematie, dat wil dus zeggen dat de doelstelling van het crematorium is het dier te verassen, dat hij niet in de industrie verwerkt wordt en de as blijft hier op het terrein. Daarnaast kunnen de mensen het zo duur maken als ze zelf willen. Ze kunnen het diertje apart laten cremeren in de oven, de as mee terug naar huis nemen in een urn en al wat iets meer zee. Maar het is niet verplicht en ook niet noodzakelijk om dat te doen. Wat voor dieren heeft u nou gecremeerd in de loop der tijd? Nou, de grootste varianten zijn eigenlijk een hamster. Een waterschildpad, een papegaai en ook een luipaard. Zo. Dat hebben we ook gecremeerd. En ook eens een keer een lammetje en ook een dwergbok. Ja, ja. Nou, u hoorde het. De crematie van uw huisdier hoeft u, om het zomaar eens uit te drukken, de kop niet te kosten. Maar heel wat eigenaars zullen toch de voorkeur blijven geven aan begraven van hun poes of hond. Dat kan. Het team van Koning Klant maakte een begrafenis mee op de begraafplaats De Stille Weiden in het Noord-Hollandse Berkhout, vlakbij Hoorn. Mevrouw Groot, waarom bent u een dierenbegraafplaats begonnen? Nou, we zijn zelf ontzettende dierenvrienden. En door kennissen zijn we erop attent gemaakt. God, jullie moeten een dierenbegraafplaats beginnen. Want daar zijn jullie echt wel mensen voor en er is echt wel behoefte aan. En nou ja, dat zijn we toen begonnen. En we hebben vergunningen aangevraagd. En nu hebben ze het heel Nederland gedaan. En heel wat graven, hè? Ja, er liggen er ruim 600 nu. En is er nog plaats? We hebben een uitbreiding van 10.000 vierkante meter, dus we kunnen de eerste 30 jaar nog wel vooruit. Oh ja. Ja, het belangrijkste voor ons is, wat kost het? Nou, de mensen krijgen dus een grafje van ons. Dat kost met de begrafenis mee 125 gulden.
Dat onderhouden doen wij 5 jaar lang voor de mensen. En dat onderhoud voor 5 jaar is 150 gulden. Dus totaal zijn ze kwijt voor die 5 jaar 275 gulden begraven plus het onderhoud. Het zijn allemaal eenmansgraven, dus er komt ook nooit geen ander die boven of beneden hun niet te liggen. En er staat een marmeren codepaaltje op met een nummer erin gegraveerd, dus ze weten ook altijd waar hun dier ligt. En daarna die 5 jaar krijgen ze automatisch weer berichten of ze het grafje ook langer hebben wil. Eerder wordt het ook niet door ons opgeruimd. En dan moeten ze weer betalen, maar goed. Dadelijk hebben ze alleen nog weer het onderhoud en dat is weer 150 gulden, weer voor 5 jaar. Maar ze mag het ook direct voor 10 of voor 20 jaar nemen. We hebben er hier zelfs eentje bij van 35 jaar, dus... Maar goed, voor 275 gulden kan je huisdier laten begraven. Ja, en dan kan ze het eventueel ook nog in een kistje krijgen, maar dat is ook helemaal niet verplicht. Ze mag het ook in een pleetje laten. Of in een doosje, een poes eventueel. Dat komt er wel extra bij allemaal. En het goedkoopste kistje is 75 gulden, maar ze zijn ook allemaal bekleed met wit satijn en een kussentje met kant erin. Ja, goed, je kan het zo duur maken als je zelf maar wil. Hè? Ze mag er ook plantjes op zetten, ze mag er 5 jaar ermee doen ook wat ze willen. Ze kan er eventueel een steentje op krijgen. Er staan wat stenen. Planting. Er staan heel veel steentjes op. Een hele kostbare, denk ik. Er zijn erbij die over de 1000 gulden kosten. Er staat hier ook meer bladgoud op de steen als op menig mensenkerkhof. Wat voor dieren liggen hier nou? Nou, het zijn hoofdzakelijk honden, poezen. We hebben hier een paar duiven liggen en een konijnen. Maar toch hoofdzakelijk wel honden. En komen de mensen nog wel eens terug? Ja, we hebben hier mensen die hier soms alle weken nog komen, al een paar jaar lang. En er zijn ook mensen die 1 keer in de 3 maanden of 2 keer in het jaar komen. Dat is heel verschillend. En een dierendag? En dierendag, dan komen ze ook allemaal weer bij me binnen koffie drinken. En dat is een reuze gezellige dag. En dan spreekt iedereen elkaar weer. Dus het is echt een reunie eigenlijk. En dan zetten ze er een plantje op of een boompje. Maar dat is een ontzettende fijne dag. Is het prettig werk? Het is een ontzettend dankbaar werk. Het is geen prettig werk, want je hebt altijd met verdrietige mensen te doen. Maar het is wel een ontzettend dankbaar werk. Ze zijn je wel erg dankbaar dat het dier hier ligt. En ze weten waar hij nou gebleven is. Nou, begraven van uw huisdier, dat behalve in Berkhout op nog een paar dierenkerkhoven in Nederland kan plaatsvinden, is dus nog best op te brengen. De Consumentenbond meent dan ook dat het afsluiten van speciale verzekeringen voor dergelijke gebeurtenissen niet bepaald is aan te raden. Koning, klant. We hebben het u beloofd en dus geven we nog even de namen en adressen en prijzen van de verschillende brochures die we in de loop van deze uitzending hebben genoemd. Daar gaan we. Het artikel over vakantiebungalows krijgt u in huis door 3,40 gulden extra aan postzegels te plakken op de adreszijde van een briefkaart. En die kaart sturen aan Consumentencontact, postbus 18830 in Den Haag. Het boekje Zelf diepvriezen wordt u toegestuurd als u 2,50 gulden overmaakt op postgiro rekening 43-23-700 ten name van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding in Den Haag onder vermelding van nummer 149. Het onderzoek naar koeldiepvriezers kunt u bestellen door 2,75 gulden extra aan postzegels te plakken op de adreszijde van een briefkaart. En die kaart moet u dan sturen aan de stichting VWO, postbus 18720 in Den Haag. We hopen dat u de goede gironummers en adressen uitgeplukt heeft. En ja, dan nog even dit. Als u na een bezoek aan de RAI, en doe dat vooral per trein, wilt leren autorijden, dan kan dat. Er zijn rijscholen genoeg, de concurrentie is enorm en je struikelt in de dagbladen over de voordelige aanbiedingen. Rijschool Kantelberg uit Eindhoven had wel een heel aparte. Kijkt u maar, want die heeft de volgende aanbieding. Nu tijdelijk ook beginners. Dit was Koning Klant. Tot over 4 weken en dat is dan op donderdag 5 maart. Tot dan. Dit is de VARA op Nederland 2.